Op de A16 bij knooppunt Zonzeel is dinsdagmorgen kort na 5 uur een vrachtwagen tegen de pijler van een viaduct gereden. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De hulpdiensten rukten na het ongeluk met groot materieel uit, maar het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Door het ongeval ontstond er op de A16 een enorme ravage, waardoor in beide richtingen twee rijstroken moesten worden afgesloten. Dat zorgt voor lange files in de ochtendspits. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas om 12 uur vanmiddag weer helemaal kan worden vrijgegeven.